Verschillende dorpen en plantages in het district Para hebben hun primaire wegen afgesloten voor derden. We hebben het district bezocht en hebben gesproken met de voorzitters van de dorpsbesturen van de plantages Osembo en Onverwacht. In Bernardorp worden personen die niet in het dorp wonen ook niet toegelaten. Oh, kijk, er zijn ziekten in het land, niet in het land, overal in het wereld, nu. Dus vandaar hebben we onze dorp gebarricadeerd. Dus Manaruniweg, je hebt andere binnenwegen. Allemaal, we hebben 5 posten hier. Uh-huh. Al die wegen zijn gebarricadeerd. Dus zowel ook de Pararakweg? Zowel de Pararakweg, ja. Okay. Dus als je geen familie bent, als je niet woont in Bernardorp, mag je niet naar binnen? Mag je niet naar binnen komen. Helemaal niet. Geen bezoek. Ja? Helemaal. En al heb je een vriend buiten, ook niet. Een vriendin buiten, ook niet. Schermheid van de mensen die hier wonen over COVID-19. Want als de overheid dat die dingen aanscherpen, dan moeten we ook onze veiligheid aanscherpen in de plantage. Dat hebben we gedaan. Ja, tot nu toe. Ja, ja. En geldt hier ook hetzelfde als u niet van plantage Otembo bent, moet u buiten blijven? Wij doen het anders. Wij doen het anders dan die anderen. Want kijk, wat komt u doen? Waar gaat u naartoe? Het kan zijn dat u boodschappen komt brengen van iemand. En dat vragen wij. Als je niet kan beantwoorden, dan moet je teruggaan. En dat is het. Dus die mensen die ook in de verdiensten doen, dan moet je ook toelaten om te zeggen, oké, is goed. Ga je defecteren, je handen wassen, noem maar wat. Dan kan je doorgaan. Ook de Onverwachte mogen mensen die niet op de plantage wonen, niet naar binnen. De jongeren die de wacht houden, bellen de persoon op en die komt naar je toe. U hoort ook de districtscommissaris van Para, Armand Jurel. Ik doe een beroep op jullie. Zeg van, of jullie niks hier te zoeken hebben. Of jullie voorlopig niet te komen. Als je wat dringend moet brengen voorlopig, dan stap je op de hoek. Dan maak je even een kalletje naar die persoon. Dan komt die persoon naar voren om dat af te halen. Dan gaat die persoon weer naar binnen. Maar als je niet van hier bent, ga je voorlopig niet naar binnen kunnen gaan. Mensen die niet hier wonen, mogen voorlopig niet naar hier komen. Want we weten niet van waar je komt, van waar je komt. Dus je kan naar hier komen, dan kan je iemand komen besmetten hier. Dus vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om het voorlopig zo te doen. Inderdaad heeft mij diverse berichten hebben mij bereikt dat de inheemse dorpen, maar ook de plantages, bezig zijn de wegen af te sluiten voor onbekenden. Enkele van ze hebben me natuurlijk gemeld. Maar als u mij vraagt wat de rechtvaardiging daarvan is, dan zeg ik van, als het gaat om de verspreiding tegen te gaan van het dodelijk COVID-19 virus, dan zit er daar een rechtvaardiging in. Omdat als je jezelf niet gaat beveiligen, dan zou ik dat niet op mijn geweten kunnen dragen om aan te geven dat ze de wegen moeten openen en dat er daarna mensen besmet worden. Tot zover Armand Jurel, districtscommissaris van Para, en daarvoor Jurgen Vient van Plantage Onverwacht. In het district Para zijn de primaire wegen die leiden naar de plantages en de dorpen afgesloten.